de eerste vrouwendag, dat was iets fantastisch. Als je daarover begint, dan zeg je, dat zijn zaken die ik nooit meer vergeet en waar ik nu nog echt deugd van heb. We zijn daar naartoe geweest met drie vrouwen maar van Roeselare, met de trein. En wat er heel mooi was, dat was als we uit het Noordstation naar de passage 44 gingen, dan zag je aan alle kanten groepjes vrouwen, allemaal in dezelfde richting. Dus we moesten die vrouwen, waar is die passage? We vonden dat. Maar volk dat er dan was, enorm veel volk. Men dacht op 1000 vrouwen, maar het waren er 10.000. En dat was overrompelend. Dat was zo nieuw, zo, ja, moet ik zeggen, gezellig was het. Dan ook strijdvaardig. En wat er dan allemaal gebeurde, dat was... je hebt dat geen tweede keer. Ik heb dan ook veel genoten van de gastvrouwen, hè, Simone de Beauvoir. Wij moesten de zaal verlaten wanneer de Franstaligen moesten luisteren, want het was geen plaats voor de Vlamingen en de Walen te samen. En dan Germaine Greer. Allee, hoe zeggen... fantastisch. Want als je daar dan buiten kwam en meer op die trein stapte, dan kwam ik terug in een andere wereld. En had je heel veel mensen ontmoet dat je kende en iedereen... Enthousiasme enorm. Maar voor mij was er ook nog iets persoonlijks aan. Ik had toen 4 kleine kinderen. En mijn man moest voor die kinderen zorgen. Hè. Maar wij hadden die kinderen moeten allemaal meenemen naar het station. We konden ze niet achterlaten. En dan keerde hij terug naar huis. En dan ging s'avonds die... Hij mij kwam ophalen aan het station, toen zei hij, maar ik heb u bewonderd vandaag. Enorm, zegt hij, wat jij allemaal moet doen. Want ik was toen ook een huisvrouw. Ik zeg, ik moest maar juist voor de kinderen zorgen en jij moet dan nog alle soorten dingen doen van het gezin. En toen dacht ik, wel, dat is de eerste stap in het gezin, mannen en vrouwen, gelijk. En dat ze ook het werk van de een en de ander appreciëren. Ik heb daar zelf mooie foto's van die dag van de kinderen. En dus dat is een mooie herinnering.